De titel van mijn column is Druten. Hans Verheyen ruilt binnenkort de burgemeestersketen van Wiege in voor die van Sittard Geleen. Wiege moet dus op zoek naar een nieuwe burgemeester. In een ingezonden brief in het Huis aan Huisblad De Wegwijs werd de dringende wens uitgesproken dat de nieuwe burgemeester eerst en vooral uit Wiege moet komen. Wat hij of zij zou moeten kunnen, werd er niet bij verteld. Dat is blijkbaar van ondergeschikt belang. Maar mogen God, Boeddha, Shiva of welke God dan ook verhoeden dat een niet-wiegenaar burgemeester van Wiegen wordt? Dat getuigt van een Trumpiaanse kijk op Wiegen. Mocht dit daadwerkelijk in het functieprofiel komen te staan, dan hoef ik niet te solliciteren. Ik heb al eerder betoogd dat zelfbenoemde echte Wiegenaren mij geen Wiegenaar vinden, ook al woon ik er bijna twintig jaar. Ik vermoed dat Leo Herms, fractievoorzitter van Wiegen lokaal, in dat geval ogenblikkelijk zal solliciteren. En als het er niet in staat, zal hij toch wel solliciteren. Want Leo heeft zijn borst al behoorlijk nat gemaakt om een mogelijke fusie met Druten te voorkomen. Iets wat de Wiegense P van de A minimaal onderzocht wil hebben. Via een pagina grote advertentie in de wegwijs Deed Leo Herms de wereld komt, dat wiegen blijft bestaan. Daar zorg ik voor, stond er met chocoladeletters. Een zelfbewust kijkende Leo op een met kikkerperspectief gemaakte foto om het effect te vergroten, vervolmaakte het beeld. Alsof hij er alleen en niemand anders over gaat. Dat de Wiegse P van de A wil onderzoeken of een fusie met Druten tot de mogelijkheden behoort, vind ik legitiem. Amtelijk wordt er al samengewerkt. De welzijnsinstellingen van beide gemeentes zijn gefuseerd. Het plantsoen achter ons huis wordt bijgehouden door de werkorganisatie Druten Wiegen. Dan is er niks mis met het serieus bekijken van een gemeentelijke fusie. In de Wiegese Raad zijn er voor- en tegenstanders. Alleen kernachtig Wiegen is er nog niet uit. Die moeten zoals altijd onderwerpen met een hoog onderbuikgevoel. Eerst aan hun achterban voorleggen. Pas daarna hebben ze een mening. Over de plaatsing van twee bankjes in plaats van een theepaviljoen langs de oever van het Wiegesmeer stond politiek Wiegen maandenlang op zijn kop. Deze soap wordt door kernachtig Wijchen-wethouder Geert Gerrits nu zelfs als argument gebruikt om een vertraging van bijna een half jaar te melden bij het uitwerken van de plannen voor het centrumgebied. Want marktpartijen hadden hiermee geen rekening gehouden. Maar Geert heeft ook goed nieuws. Vol trots lanceerde hij afgelopen week het idee om warmte uit het Wiegensmeer te halen voor verwarming van woningen. Na alle commotie rondom de twee bankjes toont Geert zonder terughoudendheid plaatjes waarop met warmtewisselaars buizen en waterpompen in en rondom het Wiegensmeer aan de gang wordt gegaan of het niks is. Dit technische niveau overstijgt de onderbuik verre, dus kan niet aan de achterban worden voorgelegd. Het wachten is nu op reacties dat die warmtewinning uit het Wiegesmeer prima is als de warmte maar niet naar druten gaat.